Yo, Vanco Gamers, Lars hier en welkom terug op een of ander donker dak hier in het centrum van Firenze. Bij meer Assassin's Creed 2 hier op Vanco Games. En jongens, wij zijn heel druk bezig met het vermoorden van een groot aantal luitenanten. We hebben er gisteren al drie te pakken gekregen. Drie moet ik natuurlijk doen. En ik hoop vandaag nog een flink aantal anderen te pakken te krijgen. Want ze moeten gewoon dood, basically. Geen idee waarom, ze moeten dood. En daar is Ezio toevallig heel erg goed in. Dus we gaan eens kijken of dat we Ezio nog een klein beetje zijn hobby kunnen laten uitoefenen. Mensen afmaken is toch wel een soort van hobby van Ezio. Nou, ontspant hij lekker mee. Kan hij ook niks aan doen. Sommige mensen die ontspannen door te vissen. Ezio ontspant door mensen en mensen in hun nek te prikken. Kan hij niks aan doen. Maar het is nou helemaal zo. Ik wil trouwens op het dak, want volgens mij moeten we naar het dak toe. Hop! Want al die dingen tot nu toe zijn op het dak geweest, dus dat zal bij deze ook wel weer zo zijn. Hop! Kijk, daar is die. En wat voor luitenant hebben we deze keer? Op de boot. Oké. De havenpolitie. Ga ongemerkt aan boord van het schip en beëindig de carrière van de handelaar. Met de nadruk op ongemerkt waarschijnlijk. Hij loopt op zijn schip en ik mag dus niet gezien worden. Dat is waarschijnlijk het grote probleem. Daar zijn twee bewakers. Ezio. Ha! Die zagen me zeker niet aankomen. Maar nu. Er loopt daar nog een bewaker. En die heeft mij ongetwijfeld door. Misschien dat hij mij. Hij ziet mij niet, maar hij loopt helemaal daar. Dus ik ga via deze kant. Op de boot. Maar er stonden hier ook nog een aantal bewakers. Op deze boot. Hoe gaan we dit nou weer doen? Klim naar boven, Ezio. Hop, ga maar lekker beneden liggen. Als die andere bewaker zo meteen terugkomt, dan heb ik een probleem. Kijk, dan komt hij alweer. Kijk, het gaat me vooral juist om hem. Hij had mij in de gaten. Dat mag hij dus niet hebben. Ik moet hem eigenlijk ook afmaken nu, bedenk ik me. Dan pak ik hem daar beneden. Dan die andere gozer. Dan deze twee dudes. En dan spring ik zo op de nek van die kapitein. Ja, dat gaat dus helemaal verkeerd, hè. Ja, gezien. Jammer. Maar dat is niet erg. Want ik weet nu wat ik moet doen. Die twee mannetjes van bovenaf op hun nek springen. Deze gozer het water in trekken. Dan de boot op, die ene gast eraf trekken. Naar de andere kant, andere gast eraf trekken. Twee mannetjes dood. En dan bovenop de kapitein springen. Zo gaan we het doen. Ik heb gewoon een plan. Dat is nieuw. Ik heb gewoon een plan, de campagne. Oh jongens, ga eens dood. Nu moet ik dus het water in springen zonder dat hij me ziet. En nu is het een kwestie van geduld. Hij moet terugkomen lopen. Hij daar. Want hij moet sowieso weg. Anders dan ziet hij me als ik aan die boot hang en als ik deze gozer wil proberen te pakken. Dit is een kwestie van timing dit. Timing en geduld. Daar komt hij alweer aan. Hem trekken we het water in. Omzwemmen. En op de kapitein springen. Ik ben hier normaal gesproken helemaal niet zo goed in dit soort sneaky dingetjes. Kan aan doen. Hij heeft even spastische aanvallen. Kan hier niks aan doen. Hop, kom jij gezellig beneden liggen bij mij. Zo, en dan lopen we door. Ik zei dan lopen we door. Niet dan hangen we door. Zo, dan klimmen we hier naar boven zoals we net ook deden. Gaat hij de verkeerde kant op. Stom gastje. Hij moet weer terug. Maar hij loopt een kleine patrouille. Dus hij loopt naar links en dan komt hij meteen weer. Dan komt hij alweer. Oké. Hey dude. Ga jij eens even de vissen bekijken. Die zijn hartstikke goed bezig. Die vissen daar beneden. Ik wacht even. Tot hij terugloopt. Dan ga ik daar hangen. Kijk, dan pak ik hem. Dan springen we op die twee bewakers daar achter het roer.
En dan zal die kapitein daarvoor staan, gok ik. Hoi, maat. Welterusten. De kapitein heeft me gevoeld. Dat is hinderlijk. Zo close. Maar toch zo ver weg. Nou goed, mijn plannetje werkt dus blijkbaar wel. In ieder geval redelijk. Hoi. Hop. Even kijken of dat het ook werkt hoor. Ah, dat werkt dus ook. Ook goed. We hebben even tijd. En nu. Deze twee mannetjes afmaken, dat ging op zich vrij goed. Daar heb ik weinig over te klagen. Alleen dat Ezio hier helemaal recht naar boven moet. Zijn mes moet pakken. Ja, gaat beneden zwemmen. Kijk, het ging mis toen deze twee gasten gepakt werden. Dus daar moet ik iets op verzinnen. Is er een manier om die gasten van een afstandje te pakken of zo? Hoi, maat. Hup. Ik kan ze ook niet allebei tegelijk pakken, hè? Zou dit misschien werken? Nee, dus. Ik denk toch ook een rookbom naar ze, maar dan merken ze het ongetwijfeld. Ander idee. Werkt ook niet. Die gasten hebben dus blijkbaar twee messen nodig. Ik denk, dan gooi ik er eentje neer. Ja, plons. Dan heeft die andere vriend waarschijnlijk niks in de gaten, maar toch wel. Oké. Weer wat geleerd. Krijgt dit op een gegeven moment voor elkaar. Hop. Er is nog geen één moord geweest die mij niet gelukt is. Dus dat zal ook met deze wel weer gebeuren. Dit gaan we gewoon weer op dezelfde manier doen. Spring! Is er misschien nog een andere manier om hier aan boord te komen? Ik kan natuurlijk ook proberen. Kijk, deze die gaat dood. Ik kan natuurlijk ook zo meteen links langs het schip gaan klimmen. Maar ja, daar staat ook weer zo'n twee van die hele grote bewakers dan daar. Nou, die zien me ongetwijfeld. Jij moet sowieso dood. Dat is sowieso een punt. Jij gaat er zo ook aan. Maar ja, ze hebben dus in de gaten, die twee, zo meteen. Dat ik er ben. Oké, we gaan het anders proberen. Net sprong ik bovenop ze. Ik ga nu gewoon naast ze staan. Die twee bewakers gaan terug. En ik ga pas naar boven als ze op het moment dat zij die kant op gaan. Nu dus. Heel goed. Got him! Bam! Zo doen we hem. What? Ik maakte de vorige keer veel te veel herrie. What have I done? You deze keer niet meer. Take that. The people must be told what to think. No good has ever come of that. Benché il mio cuore sia turbato, la mia mente è lucida. Requiescat in pace. Rust in vrede, meneer de kapitein. Hey, gozers met knuppels, ik ben weg. Later. Hey, zwemmen maar achterna, jongens. Succes. Hop, hop, plons. Kunnen ze niet. Zwemmels. Oh, ik zit onder de boot. Oh, nee, oh, toch niet. Oh, toch wel. Waar ben ik nou? Help, paniek. Ik ben er nog. Jongens, wat heb ik nou een tijdje geleden gezegd over stenen? Alleen apen gooien met stenen, heb ik gezegd. Dan moet je dus niet met stenen gaan gooien, want dan ben je dus een aap.
Ik smeer hem, ik peer hem. Tra-na-na-na-na-na. Latters. En nou wegwijzen hier. Zonder de aandacht te trekken van de anderen. Ik ga gewoon dak op. Het werkt altijd. Het dak op is altijd goed van pas gekomen. Hey maat! Hap! Oh. Dat ging vlot. Daar ging goed, jong. Dan hoop ik dat Paola en La Volpe in de buurt zijn. Om die gasten een beetje in hun opstand te leiden. Oh, hi. Ik was jou helemaal kwijt, jongen. Hap, ga naar beneden. Ik ga hierin liggen. En als het goed is, ben ik nou veilig. Moet hij het wel opgeven zometeen. Hey, dude, geef het eens op. Hij komt ook echt helemaal hier naartoe. Ah, nou, kom er dan maar gezellig bij. Als je dat dan toch zo graag wil. Hé, kom er dan maar lekker bij liggen. Hé, hey, maat. Hatsa. Oké, dat zijn 4 van de 9. Dat betekent dat we er nog 5 moeten. Oeh, dat is weer. Die deed pijn, maar dan hebben we gelukkig een flesje medicijn. En dan doet het niet meer pijn. Hoe het nou precies werkt, dat medicijn, ik weet het niet. Maar ik denk dat het echt een wondermiddel is. We gaan naar dat uitroepteken links. En het is weer een gebied wat nog niet eerder ontdekt is door mij. In ieder geval waar ik nog niet op de uitkijkpost ben geweest. Dat ga ik ook helemaal niet doen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Het enige waar ik in geregistreerd ben, is die luitenant pakken. Dat is het enige wat op dit moment telt. Uiteraard op het dak. Ja, sorry meneer de dokter. Volgende keer. Niet nu. Waar is die gozer? Daar. Jij gaat even slaapje doen. Dan kan ik hier een missie pakken. Your orders are simple. Keep watch over these fields. And ensure no harm comes to the bundles of Fiendel. It may seem a mundane task. But it is critical nonetheless. Ah, een boer met kiespijn. Vermoord de boer en zorg dat je zijn knechten je niet zien. Oh. Oké. Okay. Zijn knechten van de boer mogen we niet zien. Oh, maat. Waar is de boer? Dat is nog even de vraag. Daar. Dan moet ik eigenlijk in het hooi zien te komen. Hop. Serieus, als die hier langskomt? Waar gaat hij nou heen? Hey, meneer de boer. Ja, dat is niet, hè? Gezien. Je moet op die boer schieten, Ezio. Niet op een of andere mus in een struik. Au. Die deed zeer. Nou, het werkt op zich wel, alleen Ezio moet eventjes goed mikken. Ik mikte verkeerd. Daar ging het mis. Dus dat gaan we gewoon op dezelfde manier doen. Laat rusten. Zij gaan naar dat hooi toe. Waar gaat hij nou helemaal naar dat hooi toe? In dat geval. Oh, daar gaat hij! Ah, ik was toch eerder ontdekt dan had ik die boerenmes in zijn nek had gegooid. Oké, dat werkt dus ook niet. Nou, in dat geval. Hop! Maar die knechten mogen we dus ook niet zien. Zo close! Ik schoot te snel. Ik had meer tijd moeten nemen om te mikken. Dan had hij raak geweest. Dit gaan we gewoon op dezelfde manier doen. Dit werkte prima. Ik moet alleen wat meer geduld hebben met mezelf. Dan gaan zij daarheen. Wat ik ook kan proberen is om te proberen of ik die boer vanaf hier kan raken.
Ik heb op zich wel hoog. En die boer die komt er zo meteen onderlangs, als het goed is. Our very existence depends upon keeping all of this secure. You don't believe me, do you? Waar gaat hij nou heen? Let me explain. The Fieno feeds our horses. Boetja. They in turn pull our carts, which transport our goods to other cities where trade is conducted. Dat is niet handig. Maar naar boven. And then there is the livestock. Waar gaan we naar heen? Cattle and sheep require Fieno for sustenance. Dat heeft hij niet in de gaten gehad. In dat geval, kom gezellig bij me liggen. Misschien komt hij hier zo meteen ook wel langs. Kom eens, boertje. Waar gaat hij nou heen? Hopelijk gaan zij niet in dit hooi lopen prikken. Hé, boer, kom eens even bij dit hooi kijken. Dit is echt geweldig hooi. Het moet alleen wel even gecontroleerd worden of dat alle sprietjes er nog zijn. We gaan hierin leggen. Where did he go? Hier is die. Kom er gezellig bij. Jij komt er ook aan. Jij komt controleren natuurlijk. Nou, dan kan je er ook wel bij. Er is altijd ruimte bij mij in het hooi. Nou loopt die boer zijn rondje. En hij komt zo meteen weer terug. Tenminste, daar ga ik vanuit. Het lijkt mij toch dat hij wel weer rond terugkomt. Hij kan niet eeuwig daar blijven staan. Hij is nu bij die andere kar. Oh nee, dat is een ander. Waar is die motherfucking boer naartoe? Ik zie hem niet meer. Hij is weg. Oh, daar is hij. Helemaal achteraan loopt hij met zijn ding. Naast het gebouwtje daar, met dat raampje. Nou, dan komt hij zo meteen deze kant wel op. Dan zou wel moeten. Dan trek ik hem gewoon het hooi in. Mag hij meedoen met de hooiparty hier in dit bakje. Deze kar. Nee, niet daar. Ari, je moest dit hooi komen controleren. Kom eens terug. Hey, kom eens deze kant op. Het is hier veel gezelliger. Dit hooi moet ook gecontroleerd worden. Naar de links. Het duurt me echt even een stukje te lang. Uh-oh. Nou, kom eens hier kijken, dude. Hop. Dan gaan wij in dit hooi. Komt wel langs. Oh shit, maar die gaat natuurlijk zijn dode maat zien. Die gaan controleren, die gaan alarm slaan. Ja, zie je, nou hebben ze me gezien. Ja, bom. Ik heb dat lijk te laten liggen. Ik had dat lijk in die bak met hooi moeten gooien. Ja, met mijn offscreen nog even in elkaar. Dat is lekker eerlijk. Nou, de langzame manier werkt dus ook niet. Oh man. Dit is gewoon een kwestie van trial and error hoor, dit. Op een gegeven moment komen we achter een manier die werkt. Ik trouwens dat dit nog steeds echt een goede manier is. Wat? Door wie? Ja, door hem. Ja, maar hij telt niet mee. Auw, hij telt niet mee. Ik wist niet dat hij er ook bij hoorde. Nou ja, dan gaan we de eerste manier nog een keertje proberen. Want hij loopt zo meteen naar dat hooi toe daar. Kom maar. En weltrusten. Dat was hem. De speer blijft vliegen trouwens, dat is best wel knap. You would have let your own people starve. And for what? Too long I suffered their insults. They called me simple and low class.
I wanted their respect. Als je je eigen volk laat stikken, dan heb je inderdaad weinig klasse. Per quanto sia penoso il trapasso, lieto sarà il tuo sonno. Requiescat in pace. Rust in vrede, ondanks alles. Meneer de boer, een beetje vliegende speer. Auw, doe dit. La Volpe en Paola, die hebben weer wat te doen. La Volpe en Paola. Hoe lang ben ik bezig? 20 minuten. Nou weet je, we gaan er gewoon nog eentje proberen. Dan wordt deze aflevering maar wat langer, maar dan hebben we ongeveer 3 van die mannetjes per keer. Per aflevering. Dus dan hebben we er gisteren 3, vandaag 3 en morgen 3. Is dat een idee? Dat lijkt mij een idee. Hop. Oh. En hop. Nee, hop. Springen, Ezio. What's up? Hop, hop. En naar boven. What's up? En nu? Welke is dichterbij? 131. Dat is dichterbij. Dat is best nog wel heel erg ver. Maar dat maakt niet uit. Ik heb gezegd dat we hem zouden doen. En dat doen we hem ook. Als ik iets beloof, dan doe ik het ook. Tenminste, meestal. Hè? Tenzij er echt eens een keertje ertussen komt. Nee! Sorry, was niet de bedoeling. Dat was een foutje van Ezio Auditore della Faalhaas. Spijt me zeer, was niet de bedoeling. Hey, veer. Hebbes. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik ben er niet blij mee. Hier moet dus nog ergens een luitenant zitten. Ja, kom maar hier dan. Goed, daar geeft het op. Heel mooi. Daar beneden. Hop. En go. Where is everyone? Excellent. Savonarola warned me that some would oppose our rule. And so I devised this little trap to ferret out those foolish enough to play at hero. It's proven to be both entertaining and effective. Incoming Chamo. Uh-oh. Vermoord de kapitein van de wachters. Oké, is goed. Ah, gaan we knokken? Dat kan ik goed. Let op. Oh, auw. Ik ga wel vals spelen. Mag wel, hè? Hop. Hop. Dit gaat lekker, vlot zo. En we moeten wel de kapitein hebben, dus dat maakt mij deze mannetjes uit. Au. Kop Altair. Of Altair. Ezio. Hop. Nee, au. Nee, Ezio. Juist, we moeten die gozer op het dak hebben. Ha, mis, joh, lubbel. Wat kan mij al die mannetjes schelen? We moeten die gast daar hebben. Kapitein, daar gaat het om. Au! Kom, we gooien hem gewoon van het dak af. Dat werkt altijd. Hop! Ja, yeah, come on! Dat is nummer 3 van vandaag. Nummer 6 in totaal. Is dit truly who I was? No, Savonarola bewitched you. Did he? Or was it that I tasted power and found myself intoxicated? I wish I had been stronger. As do I. Mi rincresce, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Rust in vrede. Oh, party op het dak. Gezellig, ik ben weg. Later. Oh, hoog. Dat deed pijn aan de voetjes. Het eerste wat die gozer denkt van, hé, er komt een man uit de lucht zetten. Laat ik daar eens een liedje voor zingen. Lijkt me nou niet echt ideaal. Oh, ik smeer hem. De complete stad zit achter me aan. Gelukkig zijn ze al vrij ver weg. Als ik nou heel even anoniem kan blijven. Heel goed, dank u. Een hogere rang. Fanco Gamers, we hebben in totaal nu 6 van de 9 luitenanten afgemaakt. Ik denk dat we morgen de komende 3 nog eventjes gaan pakken. Dus dan hebben we na morgen alle luitenanten te pakken. En dan kunnen we verder gaan met die gozer met het zwarte gewaad. Want die heeft nog steeds onze appel en dat is niet tof. Dus als jullie er morgen weer bij zijn, ben ik jullie heel erg dankbaar. Voor nu zeg ik tegen jullie bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen bij weer Assassin's Creed hier op Faco Games. Mazzel!